Erik Madla, gefeliciteerd met je 5-1 overwinning op Spanje. Maar er viel ons één ding op aan jou vandaag. Nou, ik ben benieuwd wat het is. We zien de afdrukking ook een beetje in je gezicht staan, maar je had een masker op. Ja. Vertel, waarom heb je hem op? Ik heb een paar weken geleden met de training en de voorbereiding mijn neus gebroken. Dus safety first, dus met masker dit toernooi, ja. Ja, je neus gebroken, hoe ging dat precies? Ja, ik kreeg in een beweging van een push kreeg een elleboog erop. Dat voelde ik wel gelijk raken. Maar ja, uiteindelijk heb ik één training gemist en daarna kon ik met de masker kon ik gelijk door. Dus dat is wel fijn. Ik heb eigenlijk bijzonder weinig pijn er eigenlijk van gehad. Maar ja, het enige last is nu dit ding. Ja, dit is wat het is. Ja, dus niet zoveel pijn. Dan moet het EK ook geen vraagteken voor zijn geweest. Nee, wat ik zeg, ik heb één training gemist en het was in de tweede week of zo. Dus, maar uiteindelijk kon ik gewoon de laatste twee weken gewoon nog knallen met het team. Dus ik ben ook niet bang verder, maar ja, het is wel opvallend, dat zeker. Ja. Ja, gebroken neus dus, we zien het niet volgens mij. Nee, het valt wel mee. Het heeft 6 weken nodig om te herstellen, dus ik hoop dat dit is wat het blijft. Het is mannen gaat het in ieder geval niet worden, denk ik. Maar hopelijk blijft de schade beperkt en dan ziet het er gewoon over een paar weken steeds netjes uit als het heel goed is. Dus, ja. Dan heb je masker, heb je vast. Pak hem eens bij, want we zijn benieuwd. Als we goed kijken, zien we inderdaad al dat er Frederik Madla nummer 15 op staat. Ja, ik dacht, anders had het iedereen masker kunnen zijn. Dus ik dacht, ik maak hem even eigen en dan voelde het toch alsof dit EK bij mij hoort. Dus ik heb wat stickertjes van mijn broer gekregen. Dus die heb ik opgepakt. Dus dan, ja, dat is toch een handelsmerkje. En hockey zit een beetje lekker met zo'n masker. Ja, weet je, het is niet... Het is niet hetzelfde als zonder, laat ik het daarop houden. Het is helemaal maat gemaakt, dus het is echt wel professioneel werk. Maar ja, weet je, die neus is wat groot, omdat er juist daaronder zit juist lucht, zeg maar. Omdat het als er klappen komt, gewoon overal op, behalve de neus. Wat dat betreft is het een beetje een kraaienneusje. Maar en af en toe heb je een beetje een klein stukje binnen de hoek. Maar wat dat betreft, ja, het eigenlijk valt het gewoon heel erg mee. Ik kan het gewoon in principe mijn ding doen. Dus, maar ik heb in ieder geval een excuus als het Nou, excuus was vandaag niet nodig, want je hebt er in ieder geval één gemaakt. Ja, en 5 in totaal, dus dat is toch lekker voor de eerste wedstrijd. Ja, hoe is dat weer zo'n eerste EK-wedstrijd? Ja, even inkomen. We hebben best wel weinig, eigenlijk maar 2 oefenwedstrijden gespeeld in de afgelopen 4 weken in de voorbereiding. Dus het is wel weer even wennen, maar het wist ook wel dat het ging gebeuren. Dan heb je, je hebt 4 kwart om er gewoon helemaal in te komen en dan morgen wordt weer een andere wedstrijd. Maar je weet dat het weer eventjes wennen is, maar ja, we zijn de afgelopen trainingsweken zo goed op elkaar ingespeeld dat het... dat het wel goed moet komen, maar het is niet gek als het met de wedstrijd alleen maar beter gaat worden. Dus dat is wat we hopen te kunnen laten zien. Ik heb een tevreden Frederik Madla tegenover me staan. Zeker, blij dat het is goed. Dankjewel.